Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag een peek inside video van een NS Sprinter. Dit is de Fleissmann 4470. Dat zal ik ook in de description zetten. Ik heb deze overgekocht van iemand. Hij is best beschadigd. Over deze hele lijn hier, aan deze hele kant op een lijn. En hier iets minder duidelijk. Aan deze kant weer wat duidelijker. Waarbij het lijkt alsof iemand met een mes van voor tot achter eroverheen heeft geschaafd. Maar ik vond ze toch mooi genoeg om hem voor een klein bedrag over te nemen. Ik heb al gekeken, op zich rijdt hij. Maar binnenverlichting doet het niet. En hij rijdt ook niet heel erg lekker. Verder. Ken ik ze gewoon helemaal niet. Ik heb ze nooit eerder van binnen gezien. Dus kijk of ik een aan de gang kan krijgen. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze eruit zien. Wat erin zit. Ik heb gelezen dat ze te digitaliseren zijn. Dus dat is een leuke klus voor later. Maar nu eerst eens kijken. Heb ik wel het motorrijtuig. Ja. Wat erin zit. Je moet in elkaar zitten. Nou, om deze open te maken, deze heb ik al een klein beetje open, is je drukt de behuizing een beetje zo in. En vanaf de achterkant kun je hem dan zo open klikken. Het kan goed zijn dat deze niet reed, omdat hij stond op bovenleiding. Ik heb hem eerder wel zien rijden, maar dat was... Als test. Eens kijken. Ja, wacht eventjes. Motor omhoog. Nou, het klinkt als dat hij rijdt. Ruikt ook goed. De verlichting. Dat is buiten beeld, denk ik. De verlichting gaat mooi rood of wit aan die kant. En de binnenverlichting, die zag ik al, is hier. Aan deze kant zit die los, maar als ik gewoon de draadjes pak, dan gaat er een keurig lampje branden voor de binnenverlichting. Dus, die doet het op zich. Die moet opnieuw gesoldeerd worden. En als ik hem zou willen digitaliseren, alles zit vast aan deze hele grote... printplaat die van voor naar achter loopt, inclusief de plug naar het tweede treinstel die hier gewoon een kabel heeft zitten om dat te voelen. Nou, voorzichtig de verlichting, de bus eruit. Hier zit de motor, twee aansluitingen. De motor mag volgens mij wel gesmeerd worden. Zit ook een keurige machinist in de cabine. Wat zijn die leuke details? Als je dit zou willen digitaliseren, moet je deze verlichting loshalen. De verlichting hier moet je loshalen, zodat die niet met tegelijkertijd aan of uit gaan. En de motor moet je loshalen. En dan is de enige functie van deze hele grote plaat... het vasthouden van de lampen. Nou, dit was een ander project. Oh. Zojuist is mijn voorkant van mijn sluitzijn aan de... welke? Mijn sluitzijn is er ook, en daar valt nog een lamp uit. Die moet ik er dadelijk nog even terug in gaan doen. Dit ziet er ook uit als gloeilampjes. Ik ga hem eventjes provisorisch in elkaar zetten. Zo. Die lampjes die doe ik er een andere keer terug in.
kan ook zien dat het rode sluitsein lampje een normale gloeilamp is, waarbij die in de rode verf gehouden is. Er zit ook nog wat op het metaal. Ik vraag me af hoe moeilijk het is om deze te vervangen door leds. Maar laten we dit niet moeilijker maken dan het al is. Ik vermoed, ja, de stroom wordt hier op. Hier is de pick-up van de stroom, die gaat naar boven toe. Die gaat hier aan, maar het metaal zit ook een. Ja, en hier aan de zijkant, voor deze wiel is er aan de zijkant een stroompick-up. En die gaat per kabel. En de andere gaat per metalen U-vorm via deze schroef op deze plaat. Kijk. Nou, dit is de onderkant. Hij is nog verder helemaal goed, behalve dus die hele grote kras op de zijkant. En deze. Kijken of ik die op dezelfde manier open krijg. Ja, hier gaat hij aan. Zo. Kijk aan. Binnenverlichting zit ook hier los. Ja. Eens kijken of die het wel doet. Ja, binnenverlichting is verder oké. Het viel me op dat deze exact hetzelfde zijn aan de binnenkant. Ook inclusief de power pick-up zit hier ook op de achterste wielen. En hier zit een motor. Eigenlijk een heel frame in voor een motor, alleen de motor zelf ontbreekt. Kijk. Dus ze hebben gewoon twee dezelfde units met alleen maar de motor die ze eruit laten. Kijk of ik hem goed heb gedaan. Ja. Goed zwaar door het motorblok. Ook hier zitten twee lampjes in. Eens kijken of ik zie. Daar is wel iets mis, maar die branden niet. Het zou kunnen zijn dat dat komt omdat dit niet echt goed contact maakt. Of ze zijn doorgebrand. Dat kan natuurlijk ook. Dus dit wordt toch een leuk project om deze aan de gang te krijgen. En ik hoop eigenlijk ze te gaan digitaliseren. Maar dan moet ik natuurlijk dus voor de één common, in dit geval een plus voor de ESU decoders. Eén voor de binnenverlichting, één voor de sluitverlichting of vroegverlichting. En ik denk dat die wel over één kabel kan. Dus zou ik een 3 pins connector moeten hebben in plaats van een 2 pins. En daarvoor wil ik met dit aan de gang gaan. Door hier een zwarte sleeve overheen te halen. En ik hoop die connector ook nog op een of andere manier zwart te krijgen. Zou ik deze dikke connector kunnen vervangen door een kleine dunne die je in en uit elkaar kunt schuiven. Dus dat wordt nog een heel project voor een volgende keer.